Het Center for Drug Development doet vernieuwend onderzoek naar de verbetering van bestaande behandelingen en onderzoek naar de veiligheid van nieuwe geneesmiddelen. Dit laatste onderzoek heet vroeg klinisch onderzoek. Het doen van dit soort onderzoek is niet nieuw. Wel nieuw is de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen het Erasmus MC gevat in één logistieke keten. Door de krachten te bundelen weten we meer, kunnen we meer en bereiken we meer. Zo kunnen de verschillende specialisten goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en gaat de zorg voor de patiënt en het onderzoek naadloos in elkaar over. Iedereen weet wat op welk moment moet gebeuren, waardoor studies sneller kunnen starten en beter verlopen. Binnen het CDD worden verschillende soorten studies uitgevoerd. Elke studie is weer anders. Deelnemen aan een studie is intensief. Daarom wordt de patiënt vooraf goed voorgelicht over de studie en onderzocht of hij of zij fit genoeg is. Deze voorlichting wordt ook in de video doorgenomen. Het doen van klinisch onderzoek is een van de kerntaken van een academisch ziekenhuis. En dat is ook een taak die wij als afdelingen interne oncologie en hematologie al heel lang doen. We doen dat soort onderzoek om nieuwe medicijnen tegen kanker te gaan testen en te gaan kijken of we uiteindelijk voor onze patiënten met kanker nieuwe behandelingen kunnen identificeren. Het is vrij complex. Er zitten heel veel logistieke processen omheen waarbij bijvoorbeeld heel veel bloed afgenomen moet gaan worden. We hebben daarom hier in de nieuwbouw op één locatie het Center for Drug Development gevestigd. Een locatie waar we al deze processen heel snel kunnen gaan opzetten en zo hopelijk meer studies kunnen gaan doen, zo meer behandelingen kunnen identificeren om uiteindelijk meer voor onze patiënten te kunnen gaan bieden. Voordat een patiënt aan een studie deel kan nemen, wordt een polybezoek gepland. Tijdens dit eerste bezoek worden de voor- en nadelen van studiedeelname met de patiënt besproken. Indien de patiënt deel wil nemen, wordt gezocht naar een passende studie. Hierover ontvangt de patiënt het proefpersoneninformatieformulier, het PIF. De patiënt krijgt bedenktijd of hij of zij daadwerkelijk wil deelnemen aan de studie. Deze periode kan in sommige gevallen veel vragen oproepen bij de patiënt over de toekomst. Ons team van artsen en verpleegkundigen heeft ruime ervaring in de psychosociale begeleiding. En waar nodig, kan verdere professionele ondersteuning worden ingezet. Ook staat de PATIO, Patiëntinformatiecentrum Oncologie, voor deze patiënten open. Indien de patiënt besluit niet deel te nemen aan de studie, dan wordt er met de patiënt gezocht naar een goed begeleidingstraject. Tijdens het volgende polybezoek krijgt de patiënt de gelegenheid om vragen te stellen aan de arts of verpleegkundig specialist. Als de patiënt na beantwoording van deze vragen zeker mee wil doen met de studie, wordt de PIF door de patiënt zelf en door de arts of verpleegkundig specialist getekend. Dit is om vast te leggen dat de patiënt op de hoogte is van de studiehandelingen en hier zijn akkoord en medewerking voor geeft. Het bezoek aan het Erasmus MC kan intensief zijn, waarbij de patiënt veel informatie krijgt. Tijdens de bezoeken is het aan te raden om iemand mee te nemen die kan meeluisteren en indien nodig steun kan bieden. Na dit bezoek gaat de patiënt langs bij de balie van trial planners om de afspraken in te plannen voor de screening. Tijdens de screening worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, beenmergonderzoek, radiologieonderzoek, etc., om de status van de ziekte, het functioneren van diverse organen en fitheid van patiënten te beoordelen. Na deze screening wordt besloten of een patiënt deel kan en mag nemen in de studie volgens het studieprotocol. Patiënten die deelnemen in een studie binnen de CDD-logistiek nemen meestal de ingang Zimmerman weg. Het kan voorkomen dat patiënten wekelijks en soms meerdere keren per week naar het ziekenhuis moeten komen om gecontroleerd te worden. Dit kan door een arts of een verpleegkundig specialist zijn. Omdat de frequentie zo vaak is dat patiënten moeten komen, werken we met verpleegkundig specialisten. Die nemen wat taken van de artsen over. Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die een aanvullende masteropleiding heeft gedaan. Daarin leren zij zelfstandig medische taken doen, zoals bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek of het beoordelen van bloeduitslagen.
Daarnaast werken we ook veel onder supervisie van de arts, dus die kijkt altijd wel met ons mee. Bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie of het beoordelen van bijwerkingen van de medicatie. Naast het werk in het medische vak werken we als verpleegkundig specialist ook aan verpleegkundig onderzoek. Hierbij doen we bijvoorbeeld onderzoek naar perspectieven van patiënten. Denk hierbij aan redenen waarom mensen deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek. En bijvoorbeeld de kwaliteit van leven tijdens deelnemen aan onderzoek. De screening kan in gang worden gezet. Afspraken voor verschillende onderzoeken worden gepland. En er wordt een bezoek gebracht aan de researchverpleegkundige voor een voorlichtingsgesprek. Hierbij gaat de researchverpleegkundige dieper in op de studie en wordt vooral de praktische kant van de studie nogmaals toegelicht. De researchverpleegkundige die is eigenlijk in het hele traject aanwezig. Als een patiënt getekend heeft, dan komen wij eigenlijk al heel snel in beeld. Er zal een afspraak gemaakt worden. We kunnen eigenlijk zeggen dat de patiënt ieder onderdeel van de studie, ieder bezoek aan het ziekenhuis, zullen zij grotendeels de researchverpleegkundige op die plek tegen gaan komen. Als de patiënt bij het voorlichtingsgesprek komt, dan zullen ze in eerste instantie inhoudelijk horen waar de studie over gaat. En daarna bespreek je van welke medicatie daarvoor gebruikt gaat worden. Er zullen logistieke handelingen besproken worden. Er zal besproken worden waar een patiënt naartoe gaat, welke afdeling de handelingen gedaan worden. Ze kunnen voor de studie vragenlijsten in moeten vullen. Dus dat gaat in de vorm van of een papier, of ze moeten een tablet invullen. En dat zijn voornamelijk vragen die zij moeten beantwoorden met hoe het met hun gaat. Daarnaast spreek je ook over studiehandelingen die noodzakelijk zijn, die een patiënt moet ondergaan. En dan heb ik het over bijvoorbeeld het maken van een ECG, een hartfilmpje. Wat tegenwoordig regelmatig voorkomt, is dat er ook een biopt afgenomen moet worden. En ook daar zal of de researchverpleegkundige, in sommige gevallen de arts, uitleg geven wanneer dat moet gebeuren en op wat voor manier dat gaat gebeuren. Het hartfilmpje wordt gemaakt wanneer het studieprotocol dit voorschrijft. Om een zo goed mogelijk hartfilmpje te maken, moet de patiënt eerst een paar minuten rustig gaan liggen, voordat de verpleegkundige het ECG-apparaat aansluit. Het studieprotocol kan ook voorschrijven dat er meerdere hartfilmpjes achter elkaar gemaakt moeten worden. Hier zit dan een paar minuten tijd tussen. De resultaten van het hartfilmpje worden diezelfde dag nog door de arts of verpleegkundig specialist bekeken en in het patiëntendossier opgeslagen. Tijdens de procedure van de studie kan het protocol voorschrijven dat er op verschillende momenten een biopt afgenomen moet worden. Zo'n biopt, dat betekent dat er een klein stukje tumorweefsel verwijderd zal worden en onderzocht gaat worden. Om de exacte plek goed te kunnen bepalen, gebeurt dit grotendeels aan de hand van een echo of tijdens een CT. Het onderzoek gebeurt met een dunne, holle naald en de plek waar het biopt afgenomen wordt, zal onder lokale verdoving verdoofd gaan worden. Om zeker te weten dat er geen complicaties zich voor gaan doen na het afnemen van een biopt, kan het zijn dat een patiënt nog een paar uur opgenomen blijft en daarna pas met ontslag kan gaan. De kliniek bevindt zich op de 9e verdieping. Het CDD heeft 4 klinische bedden ter beschikking. De patiënt meldt zich op de kliniek aan via de aanmeldzuil. In de kliniek komen de afdelingsverpleegkundige, de researchverpleegkundige en arts of verpleegkundig specialist aan bed. De researchverpleegkundige legt aan de patiënt uit wat hij of zij die dag kan verwachten.
Voordat de patiënten door ons gezien worden, gaan ze eerst naar de priklab of naar de verpleegafdeling om bloed te laten prikken. En afhankelijk van de bloeduitslagen, waarin we dus kijken naar de onder andere lever- en nierfunctie en andere bloedwaardes, gaan we op die dag vervolgens de kuur voorschrijven. Dus als wij de bloeduitslagen hebben de bloeduitslagen zijn goed en de patiënt is ook in goede conditie, dan geven we het elektronisch patiëntendossier aan dat de apotheek de kuur klaar mag maken. En vervolgens gaan de apothekers mee aan de slag. En zodra de kuur klaar is, dan krijgt de afdeling een seintje en dan kan de patiënt dan op dat moment de studiebehandeling krijgen. De studiemedicatie kan worden voorbereid in de apotheek op het moment dat deze is geautoriseerd door de arts of verpleegkundig specialist. Samen met ons team zijn wij verantwoordelijk voor de geneesmiddelen binnen een geneesmiddelstudie. En wij zorgen ervoor dat deze geneesmiddelen op de juiste manier worden bereid, op de juiste manier worden verwerkt, in de juiste dosering, op het juiste moment bij de juiste patiënten komen. Dus we zijn eigenlijk verantwoordelijk voor het hele stukje geneesmiddelen binnen deze geneesmiddelstudies. En omdat dit geneesmiddelen zijn in een geneesmiddelstudie, moeten er ook extra elementen geregistreerd worden. En ook dat doen wij als afdeling. De medicatieaanvraag vindt pas plaats nadat de uitslagen bekend zijn. Daarna heeft de apotheek nog de nodige handelingen te doen om de medicatie op de verpleegafdeling te laten komen. Dit proces in totaal kan een paar uur met zich meebrengen. De afdelingsverpleegkundige en de researchverpleegkundige zijn de hele dag bij de patiënt in de buurt. In de ochtend maken zij tijdens de overdracht een verdeling van taken en bepalen wie welke taken uitvoert. De afdelingsverpleegkundige is verantwoordelijk voor de zorg voor de patiënt. De researchverpleegkundige coördineert de werkzaamheden, zodat alle studiehandelingen tijdig worden uitgevoerd. Gedurende de avond en nacht kunnen er bloedafnames of ECG's noodzakelijk zijn voor de studie. Dit wordt altijd vooraf met de patiënt besproken. Het Front Office Pharmacolab op de vierde verdieping of de researchverpleegkundige komt de bloedbuizen ophalen en bewerkt deze. Vervolgens worden de bloedbuizen opgeslagen en verzonden. De bloedbuizen worden dagelijks verspreid over de afdelingen waar de patiënten die dag verwacht worden. Dat kan het priklab, de dagbehandeling of de kliniek zijn. Zodra het bloed is afgenomen, worden deze bloedbuizen, ook wel samples genoemd, opgehaald en verwerkt. Vaak worden bloedsamples eerst bewerkt voordat ze verstuurd kunnen worden naar hun eindlocatie. De eindlocatie is een speciaal lab dat op zoek gaat naar specifieke markeringen of aanwijzingen in het bloed. Omdat dit lab zich meestal in het buitenland bevindt, let de juiste bewerking, opslag en verzending heel nauw. Een dagbehandeling start altijd met het bloed prikken bij de centrale bloedafname. Deze bevindt zich op de eerste etage van het NG-gebouw. Nadat u uw ticket heeft getrokken, neemt u plaats in het wachtgebied. De medewerker van het priklab neemt het bloed af, dat naar de afdeling klinische chemie gaat, het AKC. Daar worden de bloedbuizen opgehaald door het farmacolab of door de researchverpleegkundige hematologie. Bij de aanmeldcel van de polykliniek op de vierde etage meldt de patiënt zich aan voor een polybezoek bij de researchverpleegkundige. Daar zal besproken worden hoe het met de patiënt gaat. Er zullen een aantal handelingen gedaan worden, zoals onder andere het nemen van de bloeddruk, het gewicht, de dagboekjes die de patiënt mogelijk heeft in moeten vullen, zullen doorgenomen worden en mogelijk ingeleverd worden. Daarnaast zullen er vragenlijsten, als het protocol dat voorschrijft, doorgenomen worden en de medicatie die de patiënt gebruikt heeft, indien nodig, zullen die potjes ingeleverd worden. Na het consult met de researchverpleegkundige volgt een polybezoek aan de verpleegkundig specialist of de arts. De verpleegkundig specialist spreekt de patiënt en beoordeelt de gegevens van het lab en de researchverpleegkundigen. Aan de hand van de uitslagen en de bevindingen van de verpleegkundig specialist
kan de studiemedicatie worden geautoriseerd in overleg met de arts. De patiënt kan zich na ongeveer 1,5 uur aanmelden voor de dagbehandeling en neemt dan plaats in de wachtruimte. De patiënt wordt terugverwacht in de wachtruimte op een van tevoren aangegeven tijd. Tijdens het wachten op de studiemedicatie mag de patiënt dus wel de afdeling verlaten. Er kan met de researchverpleegkundige afgesproken worden dat de patiënt gebeld wordt om zich weer te melden. De patiënt wordt opgehaald in de wachtruimte door de verpleegkundige zodra de studiemedicatie klaar is. Op de aangewezen behandelplek worden de studiehandelingen uitgevoerd door de afdelingsverpleegkundige in afstemming met de researchverpleegkundige. De patiënt wordt opgehaald door de verpleegkundige van de dagbehandeling of de researchverpleegkundige. En bed of stoel wordt aangewezen waar de patiënt de kuur toegediend krijgt. Alle handelingen die die dag nodig zijn, zullen nogmaals door de researchverpleegkundige doorgenomen worden met de patiënt. Alle toedieningen, alle bloedafnames of overige handelingen die die dag noodzakelijk zijn, zullen grotendeels door de verpleegkundige van de dagbehandeling afgenomen worden, maar in sommige gevallen ook door de researchverpleegkundige. Als alle handelingen afgerond zijn, mag de patiënt in principe met ontslag. Voor patiënten die aan een studie deelnemen, zijn de artsen, verpleegkundig specialisten en de researchverpleegkundigen het aanspreekpunt. Het studieteam bestaat echter ook deels uit andere professionals die niet zichtbaar zijn voor de patiënt, namelijk de data managers en trial managers van het Clinical Trial Center. De trial managers en data managers zijn op de hoogte van de laatste wet en regelgeving rondom onderzoek met patiënten. Samen houden zij de sponsor van de studie, dat is de firma die de studiemedicatie levert, op de hoogte van de voortgang van de studie en van de individuele patiënten. De trial manager coördineert het onderzoek, zorgt voor de organisatie en logistiek en voor het soepel laten verlopen van een studie. De local data manager communiceert met de sponsor over mogelijke patiënten voor een studie, wanneer een patiënt precies start, hoe het met de patiënt gaat en welke bijwerkingen gezien worden. Deze gegevens worden anoniem ingevoerd in een database. Regelmatig komen er mensen van de firma's op bezoek om de ingevoerde data onafhankelijk te controleren. Om het werk goed uit te kunnen voeren, hebben de trial managers en data managers veelvuldig contact met het behandelteam.